Laten we eens kijken hoe we de stelling van Pythagoras kunnen gebruiken als we de langste zijde van een rechthoekige driehoek uit willen rekenen. Laten we gelijk met een voorbeeld beginnen en vanuit daar een stappenplan maken. We hebben een driehoek waarvan de rechthoekzijden 5 en 12 zijn. De langste zijde is nog onbekend en moeten we uitrekenen. We maken een tabel waaraan we aan de ene kant de zijdes van de driehoek zetten en aan de andere kant het kwadraat. We zetten altijd de rechthoekzijdes eerst neer, in dit geval 5 en 12. De langste zijde zetten we altijd onderaan in de tabel. Het kwadraat van 5 is 25 en het kwadraat van 12 is 144. Opgeteld is dat 169. Het kwadraat van de langste zijde is dus 169. Om de lengte van de zijde te weten, nemen we de wortel van het kwadraat. In dit geval komt het mooi uit, namelijk 13. Dus de langste zijde is 13. Het stappenplan wat we hier nu bij kunnen maken is als volgt. Maak eerst een schets en zet de gegevens erbij. Zet de afmetingen in de tabel, de langste zijde altijd onderaan. Bereken de kwadraten van de bekende zijdes. Bereken het kwadraat van de onbekende zijde. Neem de wortel en geef je antwoord. Nog een voorbeeld. Van driehoek DEF is hoek D 90 graden. Zijde DE is 7 en zijde DF is 4. Bereken zijde EF. Handig is eerst een schets te maken van de driehoek en daar de letters D, E en F bij te zetten. En ook de afmetingen 7 en 4. Vervolgens maken we de tabel en zetten de gegevens die we weten erin. Dus zijde DE 7, zijde DF 4 en EF onbekend. Het kwadraat van DE is dan 49 en het kwadraat van EF is 16. Dat opgeteld is 65. Zijde EF is dan dus de wortel van 65. Dit kan je uitrekenen op je rekenmachine en is afgerond 8 6/100. Soms is het wel handiger om het niet uit te rekenen en gewoon de wortel 65 te laten staan. Een laatste voorbeeld, nu wat sneller. Van driehoek KLM is K 90 graden, KL 6 en KM is wortel 12. Schets maken van de situatie, alles in een tabel zetten, geeft het kwadraat van 6 36 en het kwadraat van wortel 12 is gewoon 12, samen 48. Zijde LM is dus wortel 48, of uitgerekend 6 en 19. De tabel kan een handige manier zijn om de ontbrekende zijde te berekenen, maar het is niet de enige manier. Als je het liever op een manier schrijft die in de wiskunde wat meer gebruikelijk is, behandelen we dezelfde voorbeelden in een andere video. Voor nu bedankt voor het kijken, vergeet je niet te abonneren en graag tot de volgende keer.